Nee. Niet iedereen denkt er misschien zo over. Heb je ook wel eens kritiek? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen met je eens is. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, ja. En Volkskrant-lezers zijn ook nog wel zulke leuke lezers. Dat ze dan echt 6 A4'tjes sturen met alle punten waar ze dan niet kritiek? Mee eens zijn. Ja? En zo. Oh, maar lees je dat dan ook? Ja, ja, ja. Ik lees alles. Ik ga niet 6 A4'tjes terugsturen, maar ik lees wel alles. En soms hebben ze ook een punt. En oh ja, oh ja, soms is, het heeft eigenlijk gewoon gelijk. Het zijn altijd mannen die dat doen, 6 A4'tjes. Is dat zo? Ja. Oké. Maar hoe ga je daar dan mee om als je zo'n mailtje krijgt? Ga je dan bijvoorbeeld ook wel eens met ze in gesprek? Dat je denkt, oké, ja, die nieuwe inzicht, ik wil meer weten. Heel soms. Kijk, het is soms heel veel post. Dus ik kan niet op alles even zeer ingaan. Dus als het aardige mails zijn, die zijn het snelst. Dan zeg ik, nou, dank u wel, heel aardig, enzovoort. En als het mensen zijn die echt inhoudelijk allerlei punten hebben en ze zijn interessant, of denk ik, oh ja, dan ga ik het terugmailen en dan vraag ik soms inderdaad van, goh, mag ik een keer koffie komen drinken? Is ook wel eens gebeurd dat ik door iemand werd geschreven van wie ik dacht, oh, maar die weet er gewoon echt heel veel van. Of, oh, die heeft gewoon echt interessante beelden. Maar ik kan niet met iedereen koffie gaan drinken, dus ik doe het maar heel, heel selectief. Maar je bent op de koffie gegaan met iemand die kritiek had, zeg maar. Ja, 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 dat doe ik wel eens. Als ik denk van, oh ja, dat is wel interessant, of die heeft er echt verstand van, of die heeft verstand van iets wat ik heel graag wil weten, of, oh, die werkt ergens waar ik echt alles van wil weten. Daar haal je ook wat uit dan, uit dat gesprek? Soms wel, ja. Het gaat allemaal in die boekjes en dan soms komt er iets voor terug en soms niet. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. Gooi een duimpje omhoog op deze video. Abonneer op het YouTube-kanaal van Lef. En bekijk de hele uitzending hieronder in de beschrijving.